Zo, hallo lieve mensen, dit is vlog nummer 4 alweer. En we hebben het vanochtend hebben het gehad over Psalm 139. En zoals jullie hier zullen zien, sta ik bij de Zeedijk. Hier kom ik vaker, hier hou ik zelfs een stille tijd als ik praten wil met God. En je ziet waarom, want het is hier helemaal stil, uitgestrekt. En soms lijkt het wel het einde van de wereld. Echt, de zee daar en voor de rest is er niks. Is het... En natuurlijk weten we, daar liggen de eilanden. Maar soms voelt het soms het einde van de wereld. En soms voelen we ook, persoonlijk in ons leven, voelt het ook wel eens de eind van de wereld. Als we het even niet meer zien, als we even niet meer zien zitten. Als we niet meer naar de kerk kunnen gaan. Als we allemaal meningen hebben over... over het COVID en over de beperkingen. En dat het echt ons hoofd vol zit met vragen en dingen. Kan het soms heel beklemmend. En dat voelt soms heel beklemmend. En als we dan hier zo staan, tenminste als ik dan hier zo staan, dan ervaar ik enorme rust. Omdat ik weet dat God voor ons zorgt. In Psalm 139 staat ook: al zou ik kunnen vliegen naar de opkomende zon, of zal ik gevaren over de verre zeeën, u bent altijd daar. U gaat altijd met me mee. God is overal. En God is er bij elke situatie in ons leven. En ik heb het al eens vaker gehad over stormen en over windstilte. Nu is het windstil. En dat maakt ons rustig. Ik ben altijd best wel een druktemaker. Maar soms heb je dit gewoon nodig. Dat je een plek hebt waar je tot rust komt. En ik hoop dat jij dat ook hebt. Dat jij een plek hebt waar je tot rust komt, waar je kan bidden. Waar je stil kan zijn. Ook al is dat niet meer de kerk, maar gewoon bij je thuis in je huiskamer. Of ga een lange wandeling maken. Maar zoek een plek op waar je rustig wordt. Wauw.